Dit is mijn vriendin Dané. Ja, hoi. En zij gaat de laatste tijd vaker mijn haar doen. Ja, voor video's dus. En elke woensdag? Ja, elke woensdag gaan we opnemen en dan komt het 's avonds of donderdag of vrijdag online. Ja. En wat ga je vandaag doen? Inflechten. Vanaf, niet vanaf hier, maar vanaf het midden van het hoofd. En van hier naar hier. Dit heb je nodig. Haarlak voor als je het langer wil laten zitten. En elastiekjes dat het vast zit. En als je veel krullen wil, dan is het het handigst als je ook nog hebt gedoucht van tevoren. Ja, of gaat slapen dan. Ja. En je hebt ook een borstel nodig. Ja. Nou, we gaan beginnen. Ja. Als eerste kam je het haar goed door, want je ziet dat het nogal pluizig is. En als het niet goed doorgekamd is, is het moeilijk met de trucken te pakken. Als eerst pak je hier zeg maar zo. Dit zo pak je. Eigenlijk daar begin je mee. Dan pak je hier van de zijkant de pluk, niet al te dik. En hier, ongeveer even dik. En dan ga je vlechten. Dan doe ik het zo. Vind ik denk ik wel goed met vlechten. Over elkaar toch? Ja, over elkaar. Als je onder elkaar doet, krijg je ook vlechten. Ja. En dan pak je weer, ben je weer terug bij het begin. Dan pak je weer een pluk. En dan sla je deze over. En dan pak je hier ook een pluk. En zo ga je dit. Ja. En dan pak je hier. Goed aantrekken. Want anders krijg je, ziet het er niet zo heel netjes uit. En je moet ook goed het onderste haar pakken. Want ja, anders is het anders. Kan je opnieuw beginnen. Kijk, zoals je hier ziet, zie je hier pluk. En als ik nou verder zou vlechten, zou ik weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Zoals je al ziet, ben ik niet hier begonnen, maar hier. Want dat vind ik mooier, omdat het dan voor een beetje mooier zit. En als laatste doe je het elastiekje erom. Dan vlecht je door tot je niet meer kan. Of tot je waar je het mooi vindt. Want zoals je ziet, doe het niet tot helemaal onder, want dan krijg je een heel dunne vlechtje en dat vind ik zo mooi. En dit is dan het resultaat. Hierom vind ik het mooier. Zo. Anders zit het hier zo strak en dat vind ik nooit zo mooi. Dan kan je altijd hier nog een speldje doen, maar dat is wat je zelf wil. Ja, en halen. En halen. Nou ga je het ook zo vlechten? Ja. Onder of boven elkaar? Boven elkaar hoor. Als eerste pak je hier 3 plukjes. Niet te dik, want anders is het einde niet meer mooi. 3 plukjes. Dan doe je over elkaar, gewoon vlechten. Zo. Tot je deze weer erover gaat doen. En dan pak je een plukje bij. Zo. Dan moet je goed opletten dat je niet deze twee zo doet, maar alleen deze. Zo, en dan pak je weer een plukje. Goed aantrekken. Want deze hoef je geen plukje bij. Dan pak je die weer en dan pak je een plukje bij. Zo, dan trek je weer aan. En je moet goed opletten dat hier geen haren zitten, want dan kan je weer opnieuw beginnen. Zo, en dan pak je plukjes bij. En dan doe je dus. En dan ben je daar weer. En dan pak je weer een plukje. En dan moet je goed hier de 2 plukken tussen houden, want anders komt het in de clip. Zo. Je moet ook goed opletten bij welke je bent, want anders heb je een hele rare krul. Dan ben je al bijna bij het einde, dus dan mag je al wel iets meer pakken zo. En dan zo. En dan pak je hier de laatste plukken. Hier moet je zorgen dat het goed strak is, want anders staat het zo. En dan ga je hier gewoon vlechten. Hoe langer het haar, hoe verder je
gewoon kan vlechten. Niet fijn. Of, maar je kan ook gewoon hier stoppen en daar een staartje doen. Maar dat is maar net wat je zelf mooi vindt. Zo, je kan het altijd nog bijwerken met spaaltjes of hier een mooie bloem te doen. Of met een dunner elastiekje, maar dat is zelf wat je zelf mooi vindt. Nou, dit was het. Ja, dit was het. Eigenlijk is het gewoon heel simpel. Ja, maar je moet het wel kunnen. Ja, ik kan het zelf ook bij mezelf. Ja, ik kan twee gedrochte vlechten bij mezelf. We hopen dat jullie het leuk vonden. En als jullie het leuk vonden, is het ook leuk voor ons als je op duimpje omhoog klikt. En laat in de comments achter of de reacties hieronder wat jullie van vonden. Ja, wat jullie leuk vonden en wat jullie minder vonden. Ja, en wat jullie graag zouden willen zien. Ja, en dan zeggen wij wel of we het kunnen. Maar als we heel veel vlechten wat mensen willen zien en we moeten oefenen, dan kan het even duren voor jouw vlecht aan de beurt is. Maar waarschijnlijk komt die altijd wel aan de beurt. Ja. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.